30 Minutes, nummer 1590, met een uitzending voor vandaag 3 op, nee, 4 april. Wat staat er nou? 3 april staat er, maar het is 4 april 2019. Dit is het Bulletin van donderdag. Vandaag doe ik het intro voor de vuistvechting. Voor de vuistvechting, ik heb het niet opgeschreven, dus ik hoop dat ik me niet te veel verspreek. De data is vandaag in 8 PSK 1000 bij 1500 hertz. En daar zit een Reed Solomon code vooraf, dus dat zou automatisch moeten schakelen. Het is het VSTA-bulletin van afgelopen weekend. Waarom ze dat telkens twee keer in de mail zetten, weet ik ook niet. Maar ik zag dat het ook deze week weer twee keer voorbij kwam. Ik heb gewoon integraal de mail gekopieerd. Verder hebben we een deel uit de serie over repeatertechniek. Daar ben ik even vergeten welk deel het is. Maar in ieder geval, we hebben een deel uit de serie over repeatertechniek. En daarna een deel uit de serie spionageverhalen. En die kan je bekend voorkomen, want die heb ik een maand geleden, misschien 3 weken geleden, ook al uitgezonden. En dat was toen de reden waarom ik de serie ben gaan herhalen. Ik moet hierna wel nieuwe afleveringen maken, want dit was de laatste die ik ervan gemaakt heb. Het was een serie die duidelijk niet af was. Dus zullen we kijken wat er nog meer. Volgens mij heb ik zelfs het verhaal van Lindemans niet helemaal voltooid. Dus het zou kunnen dat er over hem nog een hoofdstuk komt. En ik heb nog een aantal andere interessante figuren op mijn lijstje staan. Waaronder Mata Hari. Daar wil ik toch ook eens in duiken in de geschiedenis. Ja, ik weet niet of dat morgen al is. Moet eens even kijken of daar tijd voor is. Want morgen moet ik ook de uitzending van Slowscan Radio voorbereiden. Die aanstaande zaterdag niet meer vanuit de VS te horen is. Daar komen toch te weinig rapporten op binnen. Dus helaas is dat weer afgelopen. Waarschijnlijk ga ik incidenteel die uitzendingen toch nog wel daarvoor zorgen. Maar dat zal meer incidenteel zijn. En dan de week van tevoren aangekondigd. Dit is deel 17 van de serie over repeatertechniek. Gisteren vertelde ik een flink stuk over de techniek van ouderwetse analoge televisie, zoals die inmiddels in ons deel van de wereld nauwelijks nog wordt gebruikt. Je kunt daar rouwig over zijn als zend- of luisteramateur, maar niet al te rouwig. Aan het verdwijnen van de analoge televisie hebben we twee heel interessante amateurbanden te danken. Als eerste de 50 MHz band, toen kanaal 2 van de televisieuitzendingen op de lage VHF nauwelijks meer gebruikt werd, ook niet in kabelnetten. En de 70 MHz band, toen de uitzendingen op kanaal 4 uit de lucht gingen en vrijwel op hetzelfde moment in een groot deel van Europa de televisieuitzendingen alleen nog maar digitaal plaatsvonden. Ik ga toch nog even terug naar die oude analoge televisietechniek. Ik meldde gisteren al dat er in de jaren 70, begin jaren 80, toen 70 centimeter nog slechts door weinigen werd gebruikt, nog amateurs waren die met dubbel zijband AM in ATV uitzonden. Dat is eigenlijk niet zoals het hoorde. Televisie werd met enkel zijband uitgezonden. Upper sideband, de bovenzijband, maar niet zoals bij SSB met spraak. Anders dan bij spraakmodulatie doet de fase van de draaggolf er bij televisie ook toe. Een heel kleine afwijking daarvan geeft al de meest vervelende storingen, bijvoorbeeld in de vorm van moiré-patronen. Die moiré-patronen die kennen we nog wel van als iemand voor de camera een verkeerd streepjesjasje had aangetrokken. De streepjes in het jasje interfereerden met de lijnen en de punten op het scherm en dat gaf rare mozaïekachtige verschijnselen die ook steeds veranderden. De draaggolf wordt bij analoge televisie dus niet onderdrukt en gewoon mee uitgezonden. Bij televisie doen ook de laagste frequenties ertoe. Als ik me niet vergis moet een signaal van enkele hertzen nog door de modulator komen. Om die reden wordt aan de kant van de onderdrukte zijband nog een stuk zijband uitgezonden. Dit wordt de restzijband genoemd en deze manier van SSB uitzenden heet restzijbandmodulatie. Hoeveel zijband er wordt uitgezonden dat hing af van de variant van het televisiesysteem. Europa was qua analoge televisie toch een lappendeken van verschillende televisiesystemen. Frankrijk gebruikte CECAM met 819 beeldlijnen. In Oost-Europa werd dezelfde standaard gebruikt met een paar afwijkingen en met 625 beeldlijnen. In de meeste West-Europese landen echter werd het PAL-systeem gebruikt, ook met 625 beeldlijnen. In Engeland was daarvoor nog een systeem in gebruik geweest met slechts 405 beeldlijnen en met het geluid in AM. Voor dit systeem is nooit een kleurenvariant ontwikkeld, maar in dunbevolkte gebieden, met name in Schotland, was dit nog lang het enige systeem dat werd uitgezonden. In de VS werd verder een systeem met 525 beeldlijnen gebruikt, NTSC. Maar goed, toch zaten er ook tussen de systemen van de verschillende landen die PAL gebruikten subtiele verschillen, doordat ze een andere subnorm gebruikten. Bij de norm die in het Verenigd Koninkrijk gebruikt werd, zat een rest zijband van 750 kHz. Bij het systeem in Nederland was dat 1,25 MHz. Aan de ontvangstzijde moest die rest zijband worden gecompenseerd. Bij het gebruikte middenfrequentfilter liep bij de onderkant van de ontvangen frequentie de karakteristiek niet recht verticaal, zoals bij een filter voor de amateurbanden. In plaats daarvan liep de karakteristiek rondom de plek waar de draaggolf zat diagonaal. Daardoor waren de lage frequenties die werden uitgezonden toch even sterk als de rest en niet 6 dB sterker door die extra uitgezonden restzijband.
Bij het Nederlandse systeem staat dat schuine gedeelte over 2 x 1,25 MHz bandbreedte, dus over 2,5 MHz rondom de beelddraaggolf. Bij het Engelse systeem was dat over 2 x 750 kHz, dus over 1,5 MHz. In de tijd dat ik met ATV experimenteerde, kon je voor die bijzondere karakteristiek van de ontvangers al handige SAW-filters kopen voor niet al te veel geld, zodat je niet ingewikkeld zo'n middenfrequent met een wobulator of met iets ingewikkelders zelf hoefde af te regelen. De omzetting van programma's uit de VS was vaak problematisch. In de VS waren 525 beeldlijnen en lange tijd was de enige manier om dat naar 625 beeldlijnen om te zetten een apparaat met daarin een professionele weergavemonitor voor het Amerikaanse systeem en een camera voor het Europese systeem om ofwel een tape ervan te maken of om het materiaal op deze wijze rechtstreeks uit te zenden. Dat was kwalitatief natuurlijk al geen optimale situatie, maar daarbij was het Amerikaanse NTSC-systeem door de wet van de remmende voorsprong behept met een vrij ernstige, tamelijk onvoorspelbare kleurvervorming, die de later geïntroduceerde Europese systemen als PAL en SECAM door een klein trucje dus niet hadden. Om die reden hadden Archie Bunker en zijn medespelers vaak een kanariegele huidskleur en was het schort van Edith Bunker toch echt licht groenig, maar als de uitzending werd herhaald, dan kon het rustig paars zijn. Ik kom er later nog op terug waarom dat was. Omdat de verkoop van de series uit de VS zo'n goede business was, werd gaandeweg in de jaren 70 en 80 door de Amerikaanse producenten besloten om de grote series meer en meer niet alleen op video te draaien in het Amerikaanse systeem, maar tevens ook op film. Daardoor waren series als Hill Street Blues en Cheers uit de jaren 80 hier in een goede beeldkwaliteit op de televisie te zien. Overigens is film bij de televisie nog heel erg lang gebruikt. Ik heb zelf tussen 1999 en 2003 bij de publieke omroepen en bij RTL rondgelopen. Daar werd in die tijd al gebruik gemaakt van lineaire video-editing, bijvoorbeeld op krachtige Mac-systemen. Maar voor bijvoorbeeld serieuze documentaires werd vanwege de betere beeldkwaliteit toch meestal op film geschoten, in plaats van de vaak handzamere videorecorders waar in de begindagen het bedrijf van Frans Bromet bij de publieke omroepen het patent op bleek te hebben. Dit had overigens nog een extra voordeel. Videobeamers waren toen nog niet als nu. En als het op film beschikbaar was, dan kon je het ook zo inzenden naar een documentaire festival als ITVA. Met video waren de resultaten op het grote doek destijds nog redelijk onvoldoende. Volgende keer gaan we er nog wat verder op in. We zijn bij deel 10 van de serie Spionageverhalen. We waren gebleven bij september 1944. Christian Lindemans, alias King Kong, die voor zowel de Engelsen als de Duitsers vechten en inlichtingen verzamelt en verstrekt. Hij komt er een strijdmakker uit het verzet tegen die hij vanuit het begin van de oorlog kende. De man kent Lindemans als Freddy de Smet, een Belgische inlichtingenofficier. En hij moet deze strijdmakker nu uitleggen waardoor de Smet nu niet meer actueel is. Na de oorlog hebben verschillende schrijvers en onderzoekers erover gespeculeerd of de informatie die Lindemans aan de Duitse veldmaarschalk Model gaf ertoe geleid heeft dat operatie Market Garden flopte en dat de oorlog daardoor misschien wel 6 maanden verlengd werd. In elk geval lagen de Duitse troepen op precies de goede plek klaar toen de geallieerden de aanval openden. Lindemans gaf echter in eerste instantie aan Model door dat de aanval niet bij Arnhem zou plaatsvinden, maar net boven Eindhoven. Het rapport dat Lindemans aan Model gaf was niet compleet en niet helemaal juist. Hij meldde het echter al op 22 augustus. Operatie Market Garden die vond plaats tussen 17 en 25 september daarna. De Duitsers konden zich hierdoor wel herpositioneren en ingraven om een aanval te kunnen afslaan. Een tweede rapport van Lindemans aan Model op 15 september was gedetailleerder en sprak ook van luchtlandingen. Op basis van de informatie van Lindemans was het voor de Duitsers ook mogelijk geweest om het hoofdkwartier van generaal Eisenhower aan te vallen en de plek waar de geallieerden hun tanks opgesteld hadden staan. De Duitsers zouden hiervoor echter voldoende Messerschmitt ME-262 straaljagers nodig hebben gehad en er waren er niet alleen onvoldoende Messerschmitts, de vliegtuigen die er waren die konden ook niet gebruikt worden omdat er niet voldoende brandstof meer was. Generaal Baker, onder wiens commando Lindemans voor de geallieerden spioneerde of opereerde, die kwam voorafgegaan door Sherman tanks bij de bevrijding van de stad Eindhoven binnen, tezamen met een Franse officier Charles Muller. Ze werden daar rondgereden in een zwarte Cadillac limousine en dat trok veel aandacht van de bevolking die door de bevrijding sowieso al in extase was.
Baker met zijn dunne brilletje leek daarbij sprekend op prins Bernhard uit die dagen. Omdat de stemming goed was, wuifde Baker voor de grap op een koninklijke wijze naar de toeschouwers. Uiteindelijk was de stemming onder de bevolking hierdoor zo tumultueus geworden dat Baker en Muller voor hun eigen veiligheid in allerijl naar het hoofdkwartier van de Ierse Garde in de plaats Aalst nabij Eindhoven moesten worden geëscorteerd. Waardoor ze aankwamen al meerdere Britse en Amerikaanse journalisten op de prins tussen aanhalingstekens stonden te wachten. Het is mogelijk dat Lindemans prins Bernhard in werkelijkheid nooit ontmoet heeft, maar dat in plaats daarvan deze gebeurtenis, waarvan ook foto's zijn, ertoe geleid heeft dat mensen later dachten dat de prins en Lindemans elkaar kenden. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Microfoon naar retour.